Shit, ja, het was dat Philips er de snelste is, heeft hij maar weer bewezen. Vertel eens over jouw lead-out vandaag. Ja, we deden het perfect, maar we kwamen misschien van iets te ver op kop. Maar daar hadden we vooraf wel gezegd dat we gewoon ons ding gingen doen. Het enige lastige was dat ik niet echt de bordjes zag van hoeveel meter dat nog te gaan was. Dus ik had niet echt iets op mij op de focus. En ik was eigenlijk al best lang aan het sprinten toen ik 3.50 zag staan. Dus dat was wel iets te lang, maar het grootste voordeel wat je kan doen is denk ik Jasper gewoon rustig houden die laatste 5 kilometer. En ik denk dat we hem weer perfect hebben afgezet en hij maakt het ook weer perfect af. Hij leek een klein beetje te twijfelen bij jou in het wiel. Hoe heb jij dat gezien? Nee, hij was nog te ver ook toen ik stopte. Was nog ik denk 300 meter of zo toen ik stopte. Hij zat er natuurlijk wel, dus daar hebben we het al vaak over gehad. Dan zit hij daar en dan kan hij gewoon het wiel van iemand anders terugpakken. En het is weer een mooie dag. Ja, wat zegt dat over hem? Dat hij ook zonder ideale lead-out hij dit doet? Ja, dat wisten we al, dat hij gewoon zijn plan kan trekken. Maar ik zeg het, ik denk het belangrijkste wat je kan doen voor een sprinter is hem de laatste 5 kilometer zo weinig mogelijk kracht te laten verspillen. Zo fris mogelijk aan die meet brengen. En daar heb jij weer bij geholpen? Ja, heel de ploeg. Ik denk dat we vandaag een heel mooie trein hebben opgezet. Ik zeg het misschien iets te ver, maar dan waren we er wel. Heel goed. Drie keer zo'n cruciale rol hebben. Ja, heel leuk, maar ik ben ook niet alleen natuurlijk. Ik denk dat we dat als ploeg gewoon heel goed doen. En dat is vandaag ook het geval. Laatste meters dan.